Strijders, goeie genavond. Goeie genade, goeie avond. Kan allemaal. Welkom, het is weer feest. We zijn live en we gaan mijn 20x85 plus pack openen. Kan alleen maar feest zijn. We hopen natuurlijk op blauw genot. Het heeft me flink wat bakjes koffie gekost, want die squad battles... Oh mijn god. Pain in the ass. Echt alsof ik een vuist in mijn anus heb gestopt. Vuist in mijn anus. Dit soort taalgebruik, dat kunnen we hier niet tolereren. We zitten nog in de afronding van de laatste squad battle pot. En ja, het is gewoon echt heel tergend. Kan niet anders zeggen. Kan echt niet anders zeggen. We hebben onze laatste doelstelling voor de laatste token gehaald. En dan heb je er zelfs 3 tegelijk. Want, oh ja, dat laat ik wel even heel snel zien. Ik had een zilver team. Allemaal Engelsen. Allemaal first owner. Het chill is dat je nog wel gewoon je spitsen bijvoorbeeld kunt wisselen. Dus ik speelde gewoon met Malen en met Simon en George Best voorin. Nou, daarmee kom je die squad battle pot wel redelijk goed door. Uiteindelijk resulterend in 3 tokens in 1 klap. 3 vliegen in 1 klap. Hoppatee. En ik had er nog 2 nodig voor die 20x85+. Dit is de eerste walkout van de dag. Speciaal item. Het is een Chinees. Het is een Japanees. Oh nee, hoesen. Huh? Danny hoesen. What the fuck? Die houden we. Dan, Engelse elegantie. En dan krijg je natuurlijk, hoe logisch ook, als reward, Stan van Bladeren. Volgens mij is Stan van Bladeren, dat is wel een grappig verhaal, heeft in de jeugd van Ajax gezeten. En die komt uit hetzelfde dorp als Edwin van der Sar. Heel interessant. Tot slot, ja, die hebben we niet nodig. Dit claimen we later wel, is alleen maar verwarrend. Ik heb er 5. Gooi die tromgeroffelgeluiden er maar onder. Want nu wordt het echt spannend. We gaan naar thuis. We gaan naar Squad Building Challenges. Dit leveren we in. Hoppatee, hoppata. Ik laat jullie nog heel even zien met wat voor ploeg we hier normaal gesproken ten strijde trekken. Dit is in principe de hoofd... Nee, dit is denk ik de hoofdsquad. Beesten. Ja, dit zijn een beetje de beste spelers die we hebben. Met dit zo. 20x85+. Nu moet het gaan gebeuren. 1 echt leuke Eredivisie Team of the Season en ik ben blij. Dit moet hem worden, jongens. LXZ Gamer, jij bent de baas van... De afgelopen 5 minuten op de stream. 1300 kijkers. Dit is een groot moment. Wat hebben we hiervoor gestreden? 6 potten squad battles. Al die vervelende, irritante incompetitiepotjes met voorzetten uit de league. Verschrikkelijk. Dit is waar we het voor gedaan hebben. Hier komt het pakket. Hier komt het pakket. Is het iets blauws? Is het gewoon een goede team of the season? Is het een eredivisie? Het is een Spanjaard. Het is een spits. Gerard, nee. Oh, Gerard. Je hoopt dan op die Laporte, want dat is een 95 rated. Ah, shit. Oh, Geer. Het is wel Geer. Ah, Geer. Wat een klote kaart. Dit is echt niet top of zo. Wat kan hier dan nog achter zitten aan Eredivisie? Ah, kak. Nee. Ook geen, ik wil een Eredivisie team op de season. Wijndal. Nou, verder moet ik ook wel weer zeggen dat het ook weer niet... Het kan ook wel weer slechter of zo, toch? Nog 3 informpjes erbij. 91, 90, 88. Nog een 88. Ik vind het niet eens zo slecht. Je hoort mij niet klagen, joh. Het is alleen wel zo dat je er echt tering veel moeite voor hebt moeten doen. Kan niet slechter, zegt Jarnik. Wat? Oh, ik zou liever een andere regeer. Oh. In elk geval weet ik wel dat Wijndal ons team ingaat. Laten we in elk geval 1 potje met Wijndal doen. Misschien kunnen we nog wel een team of seasontje erbij kopen. Dat is nog wel lachen. Kijk, het betekent wel dat ik deze kan verkopen. Er was eigenlijk niet echt een goede linksback uit de Eredivisie. Behalve die Tagliafico. Maar die had je dan dus als SBC ooit moeten doen. Toen echt niemand daarop zat te wachten. Kijk, het is op zich best top. Kijk, Owen Wijndal. 93 pace, 3 sterren skill. Prima verdedigende statistiekjes. Dit is echt geen slechte kaart. Laten we eerlijk zijn. Dit is een hele goede kaart. 32k. Hartstikke idee. Schoon aan de haak. Dat is kassa. En verder is dit gewoon een hartstikke leuk team, joh. Ja, waarom niet? Spilletje erop. Hebben we nog geld voor een goede, leuke Eredivisie team te season, jongens? Sangaré? Mijn Madueke staat niet op cam. Nee, inderdaad. Hij is RV gemaakt. Ik weet niet waarom ik dat toen heb gedaan. Waarschijnlijk vanwege een andere formatie. Gravenberg, Anthony, Timber. Dat gaan we niet redden. Maar Sangaré. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld Sangaré, Sinisterra, Oerstal even doen. Dat is wel lachen, toch? Louis Sinisterra is binnen. Dan zei ik ook nog Sangaré, hè? Prima, prima. En wat zat er nog meer te denken? Mazraoui of Oenerstal of zo? Zeggen jullie het maar. Ik heb niet zo heel veel geld meer. 4-2-4 voor 100 cam. Waaah, die is prima, joh. Staat er nog niet bij? Nee, inderdaad. Koop anders Timo de Season Haller voor Malen. Dat kan ook. 38k. We hebben niet zoveel geld meer, jongens. Oenerstal, hoppatee. Bijlo, hoe lang die in de ploeg heeft gezeten, dat gaat helemaal nergens over. Hier gaan we het gewoon mee doen. Natuurlijk ook weer matig dit. Ja, heb ik niet handig gedaan. Hebben we hier nog een alternatief voor? Martinez. Oké, we gaan hier gewoon even mee spelen. We doen wel even Sinisterra, eenzame verdette. 4 sterren. Rechtspootje natuurlijk. 99 pace. 86 finishing. Prima, hartstikke bewegelijk. Leuk. Flair, buitenkant voet. Gouden gozer. 1 potje. Dus de video compleet. Dus de stream compleet. Dus zijn we weer lekker 2 uur aan het streamen geweest. En dan ga ik naar de tent van Carola. Heb ik daar ook mijn gezicht nog even laten zien. Ben ik op alle vlakken weer ongelooflijk goed bezig geweest. Kiersbam was wel een goede keeper bij VVV inderdaad. Ja, misschien dat het toch ergens verre familie is. Oké, we gaan alleen scoren met Sinisterra, ja? Zo, die Owusu voelt in... Dat is heel apart. Het was een hele goede rechtsback, maar het voelt nu ineens alsof die gast 3 kilo lood op zijn schouders heeft hangen. Die gast was tering goed altijd. En ineens voelt die kaart als een absolute draak aan. Hier is Sangaré. Wat een geweldenaar. Hier is Sinisterra. Gaat voor de 1-2. Madueke.
Charade. Openda. Goh, kijk eens. En dan ziet hij hier Sinistera al vertrekken. En dan heeft Sinistera hier iets leuks in gedachten. Openda. Seedorf. Natuurlijk naar Sinistera. Goede dribbel. En rood getimed? Of wat was dit? Het is in elk geval een goal. Oh. En Sparta Gryphus is er klaar mee. Ja, weet je, het is gewoon nog een beetje karig. Sinistera, fantastisch. Maar ik ben nog even door gaan strijden met een klein beetje hulp van SBC Koning Damien. En kijk eventjes hier. Nog twee van die tokens vrijgespeeld. Met een Braziliaans MLS ploegie. Echt, ik zweer het. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Als je hier een beetje op had geanticipeerd als trader. Ja, dat kan misschien bijna niet. Want je weet natuurlijk nooit wat voor restricties er uiteindelijk komen. Maar als je hier wat geanticipeerd. Je had zoveel geld kunnen verdienen. Kijk, ik heb hier die ploeg. De ploeg die ik heb gebruikt. Je hebt gewoon, als je allebei die tokens tegelijk wil halen, gewoon Braziliaan uit MLS nodig. En ik had er maar 3 of zo. Nou, kijk even hoe duur die gasten zijn, jongen. Hier, 15k, 9k, 8k, 7k. Dat is echt niet te geloven wat je ervoor neerlegt. Het enige wat ik weet is dat ik in elk geval 3 tokentjes heb. Ja, dan gaan we deze maar gewoon doen. Zo hadden we het bedacht. Hoppatee. Hoppatee, hoppatee. He's such a fucking slattery player. I don't know. I just know I'm buzzing for the pack, like. I can't wait. Daar zag je een kat voorbij spelen, denk ik. Nou, dat zag je misschien net niet. I'm absolutely buzzing for this pack, like. Where is it? Where the fuck is me pack? I don't know. I can't find me pack, like. 25 keer 84 plus. Daar gaan we, jongens. Duimpje omhoog, mag nog steeds. Ook als je dat nu nog steeds niet hebt gedaan. Top. Gaan we nu door. 25 keer 84. En nog items om naar te kijken. Wat is dat dan nog? Oh ja, deze gek. Oh, dan moet ik die natuurlijk. Oh ja. Ja, waar ga ik die inleveren dan? A few minutes later. Goed. Dit team leveren we in. Fantastisch. Hebben we Lukaku toch maar even mooi gerecycled. En ook nog eens een extra Eredivisie Team of the Season spelletje aan ons team toegevoegd. Niks mis mee. Was Gagli. 4 sterren Weakfoot. Lang niet gek. Prima snelheid. Ach ja, het zijn allemaal semi-goede kaarten. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu ons lekkere packie kunnen openen. Still fucking buzzing. Can't wait. I'm absolutely smashed. Mortal. 25 keer 84. Komt u maar. Dan zit het erop. Dankjewel voor de aanwezigheid. Morgen weer een stream. Oh, wie is het? Robertson? Wat is dit dan? Nee. Hij is wel 90. Maar dan hebben we geen team of the season. Nee, toch? Is dit het? Nee. Ja, dit is niet waarvoor je zo'n packie opent tijdens team of the season. Dat is echt, echt karig. Karig met een hoofdletter K. K-arig. Gadver. Gadverdarrie. Nou ja, wat we in elk geval kunnen doen is Martinez even vervangen door Boscaili. Joueur français, Olivier. En ja, Malen gaat in principe spelen in plaats van Openda. Ik vind het wel leuk om met dit team Weekend League te spelen. En dan hopelijk in elk geval nog wat goede Eredivisie team op de seasontjes te pakken. Thanks jongens, tot morgen. Adios. Ciao, ciao.